Ik zal even eerst een korte introductie geven over mezelf. Mijn naam is Thomas de Loof. Ik ben een van de drie eigenaren van Pace Extreme. Wat ik nu gebouwd heb, dat is een soort van hobbyproject ernaast. En dat komt eigenlijk een beetje uit frustratie. Dagelijks ben ik meer met managementzaken en dat soort zaken bezig. Voor de rest mijn hobby's programmeren, hardlopen en kitesurfen. Als bedrijf doen we allerlei clouddiensten en dergelijke. Maar daar zitten jullie niet voor, dus ga veel snel verder. Ja, uit frustratie eigenlijk ben ik aan de slag gegaan. Ik kende Fastnetmon toen nog niet. Ik weet ook niet hoe lang Fastnetmon eigenlijk bestaat. Maar wij zijn, wat ik gebouwd heb, draaien we ongeveer iets langer dan een half jaar op. En ja, werkt erg goed. Er is op zich al in de loop van de tijd al best wel wat ontwikkeld. Maar ik zal even uitleggen wat we precies doen. Nou ja, de frustratie is eigenlijk wat altijd was. Elke week kregen we wel een aantal DDoS-aanvallen binnen. En dan moet je eerst gaan zoeken naar welk IP-adres wordt er aangevallen. Dan ben je achter welk IP-adres dat is. Dan ga je dat nul routen. En uiteindelijk is die host plat. En ja, de klant is dan ook weer boos omdat je zijn server plat gelegd hebt. En ja, wanneer ga je die server dan weer online brengen? Dus het brengt allemaal frustratie eigenlijk mee. En wil je eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. Het probleem ook is, als je de host plat brengt, dan help je eigenlijk ook de DDoS'er zijn doel te bereiken. Want hij wil die server plat krijgen of website plat. Het nulrouten van de specifieke IP-adres is alleen maar het helpen. En daardoor krijg je ook alleen maar meer DDoS aanvallen, want het werkt toch. Een menselijke actie is gewoon te langzaam. De meeste DDoS'en duren maar 5 minuten. Ik bedoel, je gaat ergens naar een freebooter website en koopt daar voor €10 een DDoS in met wat bitcoins. En ja, je start een DDoS voor 5 minuten en je hebt de website plat. Dat werkt gewoon niet goed. En ja, stateful firewalls of stateless firewalls tussen al je uplinks, daar word je klant ook niet blij van. Want dat krijgt geleverd allemaal gedoe met zich mee. Want dan werkt die ene applicatie weer niet, want die is voor streaming of dergelijke doeleinden. Dus dat werkte ook allemaal niet. Nou, daaruit ben ik eigenlijk op de volgende oplossing gekomen. Is een firewall setup die achter de core routers hangt. En een DDoS detectie systeem die via S-Flow of IPFix of NetFlow eigenlijk de data analyseert die binnenkomt. Nou, een voorbeeld gegeven. De aanval komt binnen via transit of peering. Loopt via edge routers en valt de specifieke host aan. Nou, op dat moment, door middel van NetFlow, S-Flow of IPFix sampling, gaat dat naar naar de DDoS detect. Die controleert elke, je kan dus interval zelf bepalen, maar het kan 0,2 seconden zijn. Je kan ook 10 seconden of 60 seconden kiezen. Maar het ligt er ook aan hoeveel sampling data je stuurt, hoe accuraat je beslissing kan maken. Dus dat is helemaal variabel. In productie hebben wij het op 10 seconden draaien om zo weinig mogelijk false positives te krijgen. Maar je kunt ook gewoon naar 0,1 seconde toe of lager. Wat realiseert het? Op het moment dat de DDoS detect heeft gesignaleerd dat de specifieke host wordt aangevallen, wordt er een route injectie gestuurd naar de core router. En de core router krijgt dan een IP-route die redirigeert naar de firewall toe. En op die manier komt bij de firewall binnen. Die heeft een basis set om het verkeer te filteren. Dat is altijd een spel wat blijft aanpassen.
Er is niet echt één configuratie waar ik zeg van nou, dat is het. En vaak moet je ook nog wel dingen tunen aan de firewall setup om hem nog beter te krijgen. En daarna levert hij gewoon het inkomende verkeer af aan de edge router en die vervolgt normaal de normale weg. En dit wordt eigenlijk alleen gedaan voor dus het specifieke IP-adres wat aangevallen wordt. Ja, dit was eigenlijk een simpele weergave, want ja, ons netwerk is gewoon wat groter. Dus ja, je hebt met meerdere routers te maken. Dus hier heb ik een tekening gegeven van hoe het in het echt uitziet. Je hebt meerdere core routers, die leveren dus de sample data aan de DDoS Detect server. En aan allebei de core routers hangen meerdere firewalls. We hebben een keuze gemaakt dus dat we eerst stateless firewallen en daarna stateful firewallen voor bepaalde protocollen. En de reden daarvoor is dat als je stateful gaat firewallen, dat je behoorlijk veel capaciteit nodig hebt. En als je dat in twee lagen opsplitst, dan kun je, kunnen we makkelijk met 40 gigabit stateless firewallen. En daarna, dat is afhankelijk van de aanval, ga je eigenlijk verder met stateless firewalling. En wij maken daar gebruik van microticks. Dus dat zijn echt doosjes van $800 die 20 gig weg kunnen filteren zonder problemen. Nou, om wat verder op de inhoud in te gaan, hoe werkt dat DDoS Detect? Nou, DDoS Detect is een combinatie dus van verschillende software die al bestaat. Ik gebruik daar PMACT voor. Daarmee haal ik S-Flow samples binnen van de twee routers. En dat doe ik op deze manier. En deze dit is een voorbeeld van de configuratiebestand. Op die poort komt dus de S-Flow data binnen. En ik aggregeer het tot de destination, host en protocol. En dat sla ik op in een memory pipe. Dus er wordt niks naar de disk weggeschreven. Alles wordt gewoon in memory opgeslagen. En dat zorgt ervoor dat je gewoon een hele hoge performance hebt. En je ook gewoon heel veel data kan verwerken. Dat is eigenlijk wel het grootste probleem met commerciële software die ik bekeken heb daarvoor. Die schrijven eerst alle data weg naar de disk. En gaan daarna na 5 minuten of na een minuut alle data proberen te analyseren. Maar ja, dan is waarschijnlijk de meeste gevallen de DDoS alweer voorbij. Dus ja, dat schiet niet heel erg op. Dit is de configuratie dan van DDoS Detect zelf. Interval kun je instellen. Kan je een notificatie geven of het elke keer draait. Dus dan is het meer voor debugging. En instellen wanneer, als hij een mitigation uitvoert, hoe lang het dan moet duren voordat hij hem weer terughaalt. In dit geval heb ik daarvoor 60 seconden gekozen. Dus als er 60 seconden niet meer de triggers worden gehaald, dan wordt hij weer uit de firewall gehaald. Of wordt weer uit de route injection wordt dan weer weggehaald. Dan hebben we een logfile, de pipe, de blacklist en configuratie. Even meer uitleggen. Wat ik wel belangrijk vond is dat je niet een configuratie maakt die heel specifiek maar voor een paar ranges geldt. Dus ik vond het erg handig dat je kan instellen per range of per default waar die op moet triggeren. Want soms heb je klanten die hebben 100 Mbit uplinks en je hebt ook klanten die hebben 10 gigabit uplinks. Nou, voor een 100 Mbit klant uplink heb je gewoon een hele andere configuratie nodig als iemand die een 10 gigabit heeft. Dus op deze manier kun je meerdere range configuraties maken. Dus je kunt een default configuratie maken. En hier heb ik eigenlijk een voorbeeld van. Hiermee zeg ik eigenlijk van nou, ik maak een default configuratie even kijken. Waar is Rick? Help
Nee. Nee, ik heb net iets veel weg laten vallen. Maar in deze default configuratie zeg ik eigenlijk van nou, alles, alle pakketjes die bijna langskomen moet je weergeven. Maar hier kan ik zeggen dat bijvoorbeeld op 10 pakketjes per seconde van TCP-verkeer, dat hij dan een logregel moet wegschrijven. Dus daar staat deze logfunctie. En aan de andere kant, kan je een specifieke configuratie maken, waarbij ik zeg van nou, deze range, dus dit is de range, de netmask, daarmee geef ik aan, als hij 15 pakketjes per seconde ziet daarvoor, dan stuur ik hem door naar de firewall. En als er nog meer verkeer binnenkomt, kun je weer een andere configuratie maken. En dan zeg ik dus, nou, er komen nu in plaats van 1500 pakketjes binnen, ik stuur een nul route uit. Dus dan gaat hij niet meer via de firewall, maar dan kun je hem ook gewoon laten nul routen via je upstreams of selective blackholing toepassen. En dat soort dingen, wat je eigenlijk maar wil. Dus dat je de mogelijkheid hebt om op meerdere niveaus en meerdere configureerbare opties te maken wat je met je verkeer doet. En dat ook per range kan instellen. Nou, dat is een voorbeeld van de configuratie. En je ziet hier eigenlijk een logfunctie waarbij je dus ziet van nou, het systeem draait voor in dit geval 2 seconden. En daarna detecteert hij bijvoorbeeld, nou, er is meer 12 packets per seconde. Dus ik schrijf een logregel weg. Of hier, firewall injection voert hij uit. Ja, het is ook nog een belangrijk punt. Op het moment dat de firewall injection wordt gedaan, wordt er eigenlijk IP opgeslagen in SQLite database. En door middel van een script, wat hier staat, XBGP route, wordt die eigenlijk constant uitgelezen en gekeken van hey, is er een nieuwe route aanwezig? Met XABGP kun je dus heel makkelijk route injecties uitvoeren zonder dat je informatie echt via SSH of dergelijke naar je router hoeft te sturen. En dit is ook werkbaar dus voor alle verschillende vendors van routers. En dat is best wel makkelijk. Hele makkelijke tool. Hier is bijvoorbeeld heb ik een statische route staan. Dit is niet nodig voor DDoS Detect, maar geeft een voorbeeld hoe dat eruit ziet. En in dit proces wordt eigenlijk constant dus routes geïnjecteerd en weer teruggetrokken. We hebben hier een voorbeeld van. Als het script gewoon draaien, dan kun je ook zien van nou, op deze manier wordt een route geannounced. En na 60 seconden wordt op deze manier ook weer de route teruggetrokken. En daarmee wordt dus het verkeer via de firewall gerouteerd. Helaas heb ik nog niet de DDoS Detect op GitHub staan. Dat ga ik zeer binnenkort doen. Maar willen jullie het hebben, stuur me dan even een mail en dan laat ik direct weten wanneer ik het op heb staan. Er zijn nog best wel wat projecten als dit, die eigenlijk heel veel loslopen bij verschillende bedrijven. En daarom ben ik ook eigenlijk wel eens met een aantal anderen na gaan vragen om ook wat krachten te bundelen in dit geheel. Wij maken namelijk ook gebruik van NBIP, van de NAWAS. En ik heb het nu nog niet volledig geautomatiseerd, waardoor die bijvoorbeeld automatisch veel over doet naar de NAWAS. Daar moeten we nog iets voor bedenken. Vanwege een community met /24, wat even lastig zit. Maar als iemand daar input voor heeft, dan hoor ik dat graag. We zijn ook bezig met
OSAS H2020. Als een collaboration met meerdere partijen om een open source anti-DDoS oplossing te bouwen. Voor degenen die nog vragen hebben, stel ze maar. Graag. Eerst een applaus. Ja, ik heb alleen een microfoon hier. Hi. Je zei net dat je nog niet met een NAWAS werkt omdat je met een /24 issue zit. Ik snap niet precies wat je daarmee bedoelt. Wacht even, Thomas. We werken met de NAWAS en dat gebruiken we ook. En als het zeg maar boven onze uplink capaciteit gaat, dus we het niet zelf meer kunnen filteren, dan escaleert het naar de NAWAS. Maar dat doen we nu nog handmatig door /24 community naar buiten te sturen. Maar het nadeel van extra BGP is dat ik altijd voor een specifieke host of range altijd een route moet maken naar de firewall of een statische route ergens anders heen. Maar ik wil voor die /24 geen statische route ergens anders heen maken. Want ik wil alleen eigenlijk die community injecteren voor die /24. En daar zit ik nog een beetje klem. Bird? Ja, Bird. Ja. Dus als iemand suggesties heeft om dat op te lossen... Bird? Ja. zonder af te stappen van Juniper. Dus, Ja, ik heb een suggestie. Okay. Op Juniper heb je een no-install parameter die je in routing policy aan iets kan hangen. Dus dan bestaat die route wel in zijn RIP en kun je er met BGP een beetje mee doen. Maar hij zakt niet door naar je VIP en dan heb je dus niet de forwarding problemen. Okay. No-install. Ik denk dat dat het oplost. Deels. Ah, ja. Nou, top. Bedankt. Zijn nog voor de rest vragen? Wacht. Ja, Thomas, dat probleem wat je net schetste, dat is heel herkenbaar. Dat liep ik zelf ook tegenaan. Ik heb zelf ook heel veel dingen gescript naar de NAWAS toe. Mm-hmm. Maar goed, die oplossing die Job geeft, die gaat bij ons niet werken, want we hebben geen Juniper routers. Maar nog even een vraag. Op Cisco niet installeren in de VIP van routers, wel in de RIP, niet in de VIP. Kan wel, zeg jij. Ja, kan okay. Wel in de jaren. Okay. Bijna alle platforms. Nou, niet ProKit. Zou het een ideetje zijn dat we op de NL-NOG mailinglist wat trucjes op dit vlak doorspreken? Want volgens mij heeft iedereen wel interesse in een stapje verder gaan dan blackholen in je eigen netwerk en blackholen upstream. Maar zit iedereen te kijken naar, jij routt het door firewalls, iemand wil het door de NAWAS, ik doe selective blackholing. En ze hebben allemaal met elkaar gemeen dat ze een beetje met een incoherent RIP-VIP verhaal zitten. Dus als we op de mailinglist wat voorbeelden zoeken van, deze policy regelt dit voor je op dit platform. En dan iemand anders komt met, oh en zo doe je het op Juniper en zo doe je het op OpenBSD. Dan is dat misschien wel leuk. Dus jij gaat Cisco coveren. Teun is goed met Juniper. Nou, dan komen we er wel. Wil jij er ook even? Mooi. Zijn er nog andere vragen voor Thomas? Nou, misschien even een opmerking. Ik was met hetzelfde project bezig, kostte me best wel wat tijd. Maar op een gegeven moment kwam Job met een tip. Maar goed... om meer te filteren aan onze Edge. We hadden op een gegeven moment heel veel last van DDoS attacks op een bepaalde klant van ons. Toen heb ik onze Edge bepaalde filters gemaakt voor bekende DDoS poorten. Ja, dat je bepaalde boven een bepaalde grens zoveel procent van je transit peerings. Sindsdien hebben we geen last meer van DDoS attacks. Tenminste niet meer op die schaal dat die klant er last van heeft. Dus dat is voor mij eigenlijk een van de belangrijkste wijzigingen, waardoor ik eigenlijk minder behoefte heb aan deze tools. Dus dat is even een puntje. Tip. Ja, nee, dat werkt ook zeker. Dus mijn vraag was, doen jullie daar ook op dat vlak ook dingen? Of is het echt puur dat je dit gebruikt?
Nou, dat hebben we ook gedaan, maar dit heeft het eigenlijk allemaal overbodig gemaakt. En het voordeel wel met, als je de specifieke firewall taak bij die firewalls neerlegt, is ook als zij, als die firewalls overbelast raken, dat je de rest van de klanten er geen last van heeft. En ja, op een gegeven moment wordt die lijst met firewall-regels zo groot, met allerlei dingen waar je op wil gaan filteren, dat het eigenlijk niet leuk is om dat op je uplink-poort te gaan doen. Dus okay. Dat is echt. Ja, je hebt zeker een enorm flexibele oplossing. Ja, eerlijk. Vragen, geen opmerkingen. Goed, we zijn aangekomen. Ja, verder. Ja. Wij hebben zelf in ons eigen netwerk al een splitsing gemaakt tussen verkeer waar wij onder normale omstandigheden met partijen waar we dus mee peren en waar we normaal verkeer mee krijgen. En op de AMSIX maken we een onderscheid tussen de partijen waar we dus DDoS-verkeer van verwachten. Heb je daar zelf al eens een keer onderzoek naar gedaan om daar inderdaad die twee dingen te gaan scheiden? Of zit het voor jou echt op het moment dat je een DDoS binnenkrijgt, zit hier al je transits vol, al je AMSIX vol en dan maakt het toch niet meer uit? Nou, ik ken de oplossing wel. Alleen, ja, ik ben daar gewoon nog niet zo fan van om dan echt. Eigenlijk wil ik dingen niet afsluiten. En omdat ik ook alles volledig geautomatiseerd wil doen, wil ik ook niet dat als er een vals, zeg maar, positief heb, dat effect heeft voor de klanten. Dus ja, eigenlijk wil ik gewoon zorgen dat in elke situatie gewoon werkbaar wordt. En de combinatie die hier schets en dan met de NAWAS, dan zou het ook gewoon voor de klanten niet werkbaar hoeven te zijn. En gewoon alles kunnen doordraaien. Dus dat is eigenlijk wat Het is dus juist, want wij waren zelfs ook precies van ja, we wilden dus in principe niet blackholen. Maar als je dus zo'n amplification attack krijgt en het zet je hele AMSIX dicht. Vandaar dat we dus al op AMSIX niveau gewoon al de scheiding gemaakt hebben tussen dit is een pijp waar we dus het goede verkeer op verwachten. En dit is een pijp waar we het minder goede verkeer op verwachten. Door gewoon te kijken van, joh, bij welke partijen krijg je dus inderdaad je niet BSP38 verkeer op binnen. He, dus spoofd verkeer, amplification attacks, dat soort zooi. Denk aan partijen als Ecotel, Hurricane, RETN, noem ze maar. Je kent ze vast zelf ook al. En die hebben we gewoon allemaal achter een energiepoort gezet. Dus het enige wie ze in de weg zitten tijdens een DDoS zijn hunzelf. En de rest van het verkeer gaat gewoon keurig over de normale schone poort heen. Dus je haalt het op die manier al gewoon helemaal uit elkaar. Ja, waardoor je dus in principe niks filtert en je normale klanten ook nergens last van hebben. Ja. Slimme, simpele oplossing. Maar inderdaad niet, zoals Thomas zei, op alle manieren toepasbaar. Maar... Nee, goed. Chris. Dit is de laatste vraag, want daarna gaan we met de quiz beginnen. Dus maak het een goede vraag. Thomas, zou je wat uit het doek kunnen doen over die regels die je dan gebruikt op die microticks? Want ik vind het heel interessant dat je blijkbaar met een generieke ruleset al je DDoS'ers weet op te schonen. Hoe werkt dat? Nou, gewoon heel veel UDP-filters. Daar begint het mee. Ja, je hebt wel je begint eigenlijk met de standaardregels waarbij je DNS amplification dergelijke gaat rate limiten en dat naar minimum beperkt. Ook wel interessant wat wij doen is tarp pitting. En dus als je gaat over TCP port 80443 doorzetten naar een tweede microtik doos die echt stateful firewalled. En daar kijkt hij eigenlijk, ziet hij van hey, deze zijn allemaal SYN aanvallen. En die lijst die hij dan genereert, die uploadt hij ook weer naar de stateless firewalls. En in de wat we ook doen op de stateless firewalls is bijvoorbeeld alle netwerken, dus die bekend staan als DDoS netwerken, die worden ook automatisch ingeladen. Dus daar worden gewoon een constant databases van binnen gehaald. Dus in principe is het best wel, omdat er eigenlijk al een soort van verdachtheid is,
Als je via die weg wordt gerouteerd, is hij ook een stuk strenger. Maar daar ook gebruik van. Maar het blijft wel een ongoing proces wat verbeterd moet worden. Want men verzint ook elke keer weer iets eromheen. Dus vaak zie je van een bepaalde IP dat aangevallen wordt. Eerst komt een hele simpele aanval. En dan komt er weer een tweede aanval en een derde aanval. En men probeert elke keer weer wat anders. Dus, cool. Goed bezig. Ben benieuwd naar de code. Dankjewel, Thomas. Ja. Hey, bedankt.